S'avonds is een kip. En die heette Freek Willem. En hij zat altijd in zijn natuurlijke habitat. In de jungle. En hij keek altijd rond en hij keek altijd naar de deur. En... Ik zag dat hij... Hij let als spontaan een ei hier vangen. Is het toch een kip? Kippie. Ik heb een noot, kom hier. Geweldig. Echt perfecte timing gewoon. Goed zo, kip. Je maakt me helemaal willen aan het lachen, joh. Het is holy shit. Vrolijk. Meiden, die keek jouw hardcore survival met 10 fps. Ja, ik heb heel veel fps, hè? Ja. Dus ik super veel fps, man. Oh, yo, zo sexy. Hey jongens, ik ga gewoon de mine in. Kan me geen flikker schelen. Hey, zuffietje. Holy shit. Wat? Oh, yo! Ja, daar zit hij nog steeds volgens mij, hoor. The fuck, dude. Zimbabwe! Oh, goed, ik sla jou nu. Vergat even. Ik was al bijna dood, hè. Holy shit, je hebt me bijna dood geslagen. Eten. Alles was de survival, ik was slecht vergeten. Holy shit, jongen. Je hebt me bijna doodgeslagen, gek. Oh, nee, mijn kip. Hé, hey, je heeft allemaal... Je heeft een boog? Ja, ik heb een boog. Nice. Hey, iron. Maar jongens, super veel likes op de vorige aflevering houden. Of vorige aflevering houden dat gewoon voor mensen. Dat betekent dat er nog meer hardcore survival komt. Natuurlijk met mij en Meindert. Bij mij waren het er maar 20. Maar je had me echt bijna doodgeslagen, man. Dan was de serie al afgelopen. Hé, hey, ik heb paddo's. Ja, paddo's. Holy shit, jongens. Zo'n spannende beens. Opeens. Jij loopt rustig door. Meindert, kijk nou uit, joh. Hè? Waarom loop jij gewoon rustig zonder moeite door? Omdat ik nu Minecraft speel zoals ik altijd Minecraft speel. Oftewel, ik loop overal YOLO doorheen. Heb ik wat toortjes bij de hand? Nee, kut. Ik heb toortjes. Hallo. Kom, met z'n tweeën zijn we sterker. Ta-ta-ta-ta. Ja, ik ben inderdaad... Nou, ik zit er gewoon onder Pike of zo. Het zal wel lollig zijn. Nee, zo dichtbij. Ik heb de duim niet gecheckt waar we zitten. Maar als ik hem even na ga checken, dan weet ik zeker dat als we even een keer gaan verkennen... dat we gewoon even lekker bij Pike even langs kunnen komen. Misschien even... Hey, cool. Kan wel handig zijn. Nou, dan word je gebackrapt. Oh nee, hier eindigt de cave. Even kijken of hier... Want meestal achter een cave gaat hij nog door als je eventjes een beetje doorhakt. Mm-hmm. Dat lijkt deze keer niet het geval te zijn. En mij, hoe gaat het verder met jou? Nee, dat is goed, jong. Oké, nice. Even kijken. Oké, volgens mij zit hier niks meer, maar ik ga toch even kijken. En dan hebben we ook wat dirt en zo. Dan kunnen we een mooie deurhuis maken. Ah, right. Dirt. Ik hou van dirt. Ja, ik ook. Even kijken. Oké, ik heb alweer bijna 20 iron, holy shit. Ja, ik heb ook weer wat iron gevonden hier, oh. Oh, hey, dat is veel. Oké, ik ga weer naar boven naar raken. Ik hoor iets lopen, wat is dit? Wat is het? Nee, niks. Ik hoor een stofzuiger van mijn moeder, die komt langzaam naar boven. Ik word er een beetje bang van. Oh ja, ik hoor het. Hey, maar ik ga dan naar boven en dan ga ik eventjes wat dingen omsmelten als we boven kool hebben liggen in ieder geval. En dan proberen we gewoon rustig naar voren te komen. Oh, hier is nog een hele cave trouwens. Oh, nice. Alleen wel met lava, dus die ga ik eventjes blokken. Papa, oh. Hoppakee. Ja. Zeg je nooit tegen je ouders dat je gaat opnemen? Nee, die verstoren het meestal ook. Dus ze komen gewoon random naar binnen. Ja. YOLO. En dan is het even een leuk knipmomentje of het is flikken nou een keer op. Of dus. Heb ik ook wel eens een keer een Kingdom opnames gehad hoor. Oh. Dan mute ik mijn microfoon als ik niks hoef te zeggen. Oh. Ik heb ook een keer een opname gehad, toen moest ik ondertussen nog de dieren eten geven. Dus dan sta ik daar. En dan kom ik weer terug en dan zit... Oké, interessant, weet je wel. Dan zit ik echt zo van... Ik heb het gehoord. En eigenlijk in verhaal heb ik het gehoord, maar ik heb het helemaal niks van verstaan. Oké, ik ga even een nieuwe pickaxe maken, want die van mij is kapot. Even kijken, dus helemaal naar de knoppen en dan ga ik hier even nog... Wanneer ging jij met de king? Deze week sowieso komt de eerste aflevering. En de eerste aflevering Ik denk dat ik het ongeveer 2 keer per week ga uploaden, Kingdom. Hey, ik heb trouwens gelezen op Twitter dat David deze week ook flink met Kingdom weer gaat uploaden. Ja, maar dat boeit me niet. Ja. Maar wat vond je trouwens van de laatste Kingdom, of heb je die nog niet gezien? Ik zet even mijn bobbing aan. Even kijken, videostelling, bobbing, hoppakee, dat is... God! Ik zit vast! Ah, dat is beter, oké. Oh, ik denk ook kut. Heb jij hier alles al gemined? Namelijk weer naar boven. Volgens mij was het maar een kleine cave, maar dan kijken we naar boven. Wie staat daar? Oh, daar ben jij. Ik ben een zombie. Ik dacht al, het zou wel Koen zijn of zo. TP'd altijd. Nee,
Die is niet online. Nee, nou, die maakt niet heel veel uit. Even kijken, dan gaan we weer naar boven. En dan, ja, we hebben best wel veel iron. En ik hoor een spin, hoe kan dat? Is het soms nacht? Nee toch? Nee, het is dag. Hier zit nog een beetje hout of stuff van jou, Ties. Oh ja? Hé, hey, je schaap! Kom ik hier, schaap. Ik doe mijn iron daar ook gewoon in. En dan jat ik jouw iron. Hoppa! Nee, wat doe je met mijn iron? Oké, okay, beter maken we alvast iron. Weet je, het lijkt me wel vet als we hier gewoon buiten gewoon zo'n mega vet stoer huis maken. Dan ga ik even wat hout daarvoor hakken. Even kijken. Ik ga even een beetje verkenningstocht. Ik kom vanzelf wel een keer terug. Hoop ik. Hopelijk. 3 episodes van Sensities! Even kijken. Wanneer je gaat dood, ik weet het gewoon 100% zeker, je gaat dood. Varken! Ja! Oh, oh, oh. Ja. Hé, hey, 3, 4, 5 varkens, kom hier. Oké, de epische huisuitbreiding. Bam, 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 bam. Wat heb je met Indiana Jones weer, joh? Sorry! Het is een vast liedje die ik altijd in mijn hoofd ga neuren. Kom hier, varken! Spring van die boom af! Nee, wat doet hij? Kom hier, nee! Wat doe je nou allemaal, joh? Red hier de varken de boom, door de bomen. En jij gaat erachteraan. Zie je het? Hé, een koe, in de bomen. Is als een kettingreactie. Dus meneer het varken, gaat achter een varken aan. En heb je dus 2 varkens. En dan krijg je, ja. Wat? Jij bent toch een varken? Nee, ik ben geen varken. Wat? Waar is het varken gebleven? Wel, een koe daar. En Arwen. Hé, een meertje met Arwen erin. Beautiful. Wat? Ik heb hier een meertje gevonden met een beetje iron erin. Zo, gravel, hoppakee. Oh, dat graphics wanneer ik het hak. Oh, je ziet het. Oh. Kijk, het hoeft niet per se een mooi huis te zijn. Het gaat erom dat we zo lang mogelijk overleven. Even kijken, hoppakee. Later maken we het mooi. Later bellen we Veer een keer op. Even kijken, zo. En dan doen we dit. Eigenlijk is Veer in stijl helemaal niet zo heel moeilijk, vind ik zelf. Ik weet niet. Ik ben niet echt heel. Ik ben niet echt van dat veerstijl bouwen zelf. Ik wel. Ik laat het aan mensen doen. Even kijken. Oké, nu moet ik weer terugzoeken naar waar je was. Oh, daar is dat varken. Kom hier. Ja, varkentje. What the fuck? Ja, ik heb een vriend van mij die zegt het konijntje. Dus ik zit er weer dat. Ik zie daar een koe in een. Oh, ik dacht. Oh, hallo. Hier is de jungle weer. Ik ga kijken of ik jou kan vinden. Oh, dit is onbekend gebied. Waar ben je? Oh, fuck. Waar ben ik? Ik zie er wel een eitje. Ik kan je wel mijn coördinaten geven. Oh nee, wacht. Volgens mij is dit de heuvel waar we eerder zijn geweest. En is dit de plek waar jij hebt opgeplaatst? Ja. Oh. Ja, oh, wat? Hallo. Oh. Hallo. Oh. Hallo, ik kom hier in vrede. Ik kom hier om voor het handelen. Dan is allemaal TNT overal en het hele huis kapot. Ja. Oh god. Even kijken. Dan maken we hier zo wat raampjes die we waarschijnlijk na 10 afleveringen nog niet hebben. Omdat we te lui zijn om zand te hakken. Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij. Kijk, zo open lucht. Hoppakee. Hallo. Wat gezellig. Heb jij toevallig dirt zodat we die vloer kunnen opvullen? Doe ik. Oh, hier zit nog een beetje dirt in. Zo. Kijk. Oh. Godsamme, Ties. Je verduikt het weer. Mooie dirtvloer. Wat als we nou een boomhut gaan maken? Dat lijkt me wel episch. Oh nee, Ties, alsjeblieft, boomhut. Heb je Eros gezien? Ja. Wil je zulke boomhutten? Nou, Eros is best wel mooi, hoor. Het is wel mooi, alleen ik vind die boomhut, dat vind ik zo skeer eruit zien. Ja, is net Atla toen in het begin. Pff, inderdaad. Niks tegen Atla of zo, hoor. Dat is een prachtig kingdom, nu dan. Nu, ik ben hangen in de boom aan het klimmen, hè. Eiland is wel mooi. Ik vind eiland mooi. Ik vind Atla zelf, het land, vind ik niet mooi. Dat is algemeen. Ik ben een boom aan het hakken. Ik zit hier in de boom zo geshift. En ik zit hier in een boom, in een te stille boom. Ik heb eindelijk nooit last van bomen gehad. En nu ben ik aan het lullen. Ik klim in de boom en dat vind ik leuk. Ties, je weet dat ik over 2 minuten moet gaan. Waar moet je over 2 minuten gaan? Jij altijd met je fucking timing, jij. Ik zit in een boom. En ik zie jou daar beneden. Dadelijk flikker ik naar beneden. Ik heb hier wat veren. Misschien kan je ze gebruiken, dan kan je vliegen. Dadelijk is deze lief kapot gaan, hè? De flikje kan naar beneden en beëindigt het survival. Ja! Ik zie het voor me, hoor. Hé, hey, wat mooi uitzicht trouwens. Dadelijk zien we hier gewoon Pike liggen. Ik zweer het je. Waar? Hou je kop over Pike! Wat? We zitten hier vlakbij Pike. Waarom gaan we dan niet een keer op bezoek in de episode? Dat is tegen de regels.
Welke regels? Er zijn geen regels. De enige regel is... Daar in die richting ligt de hoofdstad van Alorus. Nou, dan gaan we toch lekker een keer langs. Koffie drinken. Zijn er vast wel gastvrij. Even kijken. Hoop ik. Voor jou. Ties, we hebben nog 1 minuut. En anders val ik automatisch uit. Dan heb ik mijn hele episode verneukt. Ja, we kunnen er wel een kortere aflevering van maken. Of ik ga nog eventjes door. Beter ga ik nu en dan lul jij lekker verder. Is ook goed. Dan laat ik het armen lekker rotten hier. Dan ben ik over een uurtje weer terug. Ja, ik ga echt een uur opnemen. Hè? Ja, tuurlijk. Weet je wat we beter kunnen doen? We nemen het tweede deel op tafelijk. Oké, over een uur dus. Oké, dat zo. En ik ga nog eventjes door, want mijn dier is nou weg. Ik weet niet waar die naartoe is. Dat boeit me verder ook eigenlijk geen ene flikker. Maar ik ga hier gewoon eventjes verder met die boom. En dan ga ik nog eventjes gewoon door, zodat ik hem gelijk kan uploaden. Zodat ik vandaag iets te uploaden heb. En dit is het verkeerde hout. Maar waarom maak ik nou precies een boom het? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik had er wel zin in. En het uitzicht hier eigenlijk is best wel veelbelovend. Oh god. Het uitzicht hier is best wel mooi eigenlijk. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar jullie vragen je misschien soms wel af, waarom doe je dit met iemand iets? Waarom doe je nou bijna elke serie met iemand? Nou, ik vind het gewoon leuk om met iemand iets te doen, weet je. Dus als ik het alleen doe, ik weet niet. Ik heb nou een eigen survival serie alleen. Dat vind ik eigenlijk al best wel genoeg dan. En dan heb ik ook nog Skyblock met Gio. Maar ja, dus dat is een heel ander onderwerp. Want daarmee doe ik weer iets samen. Maar ik doe verder vrij weinig alleen. Ja, ik heb ook nog Tekken trouwens. Maar goed, ik wou eigenlijk nog wel iemand hebben met wie ik het kon opnemen. Dat was Meinert, want ja, Meinert is gewoon fucking cool en zo. En ik weet dat hij dit terugkijkt en hij denkt, oh god. Ja, maar ik heb al een serie met Gio, dus ik dacht, ja, met wie kan ik het dan nog doen? En toen dacht ik, ja, laat ik het gewoon maar met Meinert doen. Kijk, Meinert, waarom? Ja, gewoon kan. Even kijken. Zo, maar dan ga ik zo ook de episode gewoon afsluiten hoor mensen. Maar ik wou deze boom het gewoon eventjes af hebben, want dat leek me wel chill en zo. Eigenlijk verpesten we nou gewoon het hele landschap voor heel de kingdom, maar dat maakt niet uit, weet je. Dat kan gewoon zo. Even kijken. Ja, ik vind het wel een goed geslaagde episode. En dan ga ik hier gewoon omlaag zo. En ik probeer het niet te flikkeren, want dat zou een beetje kut zijn. Oké, dat overleef ik wel. Maar mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Minecraft Hardcore. Wil je er meer, laat dan eventjes een like achter. Die likes op de volgende episode, mensen. Holy shit, hou dat gewoon vol. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Later.